Goedemorgen of goedemiddag. Dag beste vrienden, beste kijkers. Ik zit hier met onze bekende Vlaamse chef, Tuli, van het programma Shalom Allemaal. En vandaag gaat het even niet over kosher eten of over de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Of toch wel eigenlijk. Hè? Het gaat over onze vriend, als ik hem zo mag noemen, Herman Brusselmans, die een aantal opmerkelijke zaken heeft geschreven in een column. Tuli had daar een mening over en ik wil eens horen van Tuli, wat denk jij over deze situatie? Dus, ik denk dat je hebt mooi begonnen met onze vriend, omdat ik wil voor alle duidelijkheid, ik ben een fan van Herman Brusselmans en zijn schrijven en ook zijn stijl van schrijven. En dus ik begrijp en ik weet het verschil tussen opzettelijk een beetje heisa maken en kwaad doen. Ik denk niet dat hij antisemitisch is en ik denk zeker niet dat homo antisemitisch zijn. Maar er is een enorme probleem dat ik al lang merk hier in de Vlaamse pers. En dat is de normalisering van de gelijkheid of eenmaken alle Joden en de staat van Israël. En ik denk dat de feiten dat ze dat niet zien en zich schuilen achter de woordgebruik van zijn artikel... Ja, nee, maar het klopt inderdaad dat heel veel mensen het foute idee hebben dat Joden in ons land automatisch de Israëlische nationaliteit hebben. Hè? Is dat zo? Is dat niet zo? Leg het misschien eens uit voor de mensen die het niet weten. Voor mij, ik ben een Brit met een Oostenrijkse paspoort die in België woont. Ja. Ik heb geen stemrecht daar, ik heb geen... Ik betaal mijn belasting daar niet. En ik heb niks meer met Israël op de politische vlak, met de staat Israël, dan ik heb met Amerika of any andere land. Dus, en de feite is, in een geladen moment zoals nu, wanneer al veel mensen al die idee hebben en uiten op een kwade manier tegen de Joden, is dit bijzonder, bijzonder dom om zo'n artikel... Ze schrijven misschien niet, qua jongens schrijven kwaad, dat is de manier van schrijven, maar dat de uitgever dat drukte en dat niet opgemerkt, is voor mij echt merkwaardig. Want racisme, wat is eigenlijk racisme? Dat betekent dat je een ganse groep, een ganse bevolkinggroep, gaat schuldig achten om wat één bepaald deel van een gemeenschap al dan niet, ik zeg wel al dan niet fout doet. Er is die discussie. Is Israël proportioneel of disproportioneel bezig? Heeft Israël überhaupt een andere keuze? Maar staat er totaal los van. Want de Joodse gemeenschap in Antwerpen, in Vlaanderen, staat natuurlijk als Joodse gemeenschap. Dat is een geloof, dat is geen nationaliteit. En dus heel het idee waar links altijd zegt van kijk, racisme betekent dat je een hele bevolkingsgroep stigmatiseert. Dat is net wat Herman Brusselmans doet door te zeggen dat hij elke Jood graag een mes in de keel wil steken. En dan voegt er nog toe, niet elke Israëli is schuldig, alsof elke Israëli wel schuldig is, wat terug een bevolkingsgroep is. En dan negeert hij dat zelf in de einde. Dus hij speelde met die idee. Het was niet een idee dat hij niet had of niet snapte. Ja. Hij snapte en heeft het banaliseerd. Ik denk dat we ook moeten stilstaan bij de gevolgen die dat heeft, want... Ik zie dat dagelijks in mijn mailbox, mensen die effectief schrijven, en ik heb daar ook bijvoorbeeld een voorbeeld van getweet, Joden zijn de oorzaak van alle problemen op deze wereld. Joden controleren de media, Joden moeten overal ter wereld vervolgd worden. Dus dat is eigenlijk wat Hitler ook zei, met name Joden zijn communisten, we gaan ze vervolgen. Joden zijn kapitalisten, we gaan ze vervolgen. Dus Joden als zondebok voor alles wat er misloopt en... Dan ook concrete stappen. Ik ken iemand die een appartement gehuurd heeft voor de zomer. Ik kreeg een e-mail terug met de melding... Sorry, maar ik verhuur niet aan jullie vanwege wat jullie in Gaza doen. Terwijl die man zei, maar ik doe niets in Gaza. Ik ben een Europese burger. Dus de repercussies van woorden hebben wel degelijk een effect op de bevolking... die al heel snel heel de bevolkingsgroep, de Joodse bevolkingsgroep, gaat stigmatiseren. Dus... Je kunt misschien zeggen van het zijn maar woorden, het is maar satire, maar het heeft wel degelijk een impact hier bij ons in Vlaanderen. En daarom is deze uitspraak belangrijker dan de mes door de keel, die gewoon shocktactiek is en kan ik nog begrijpen. Maar die feite dat heeft alles met één grote zweep, alle Joodse volk ineens samengebracht, dat is voor mij de dingen. En terug
duidelijk. Ik denk niet dat het antisemitisch bedoeld was. Maar je kan antisemitisch zijn zonder antisemitisch te willen zijn. En ja. Dat is door gewoon een foute opvatting of een foute taalgebruik in deze zin. En Humo heeft het artikel vandaag verwijderd. Eerst hadden ze gezegd dat ze dat niet gingen doen. Nu is het plots weg, zonder enige commentaar van de redactie waarom dat ze dat gedaan hebben. Theo Franken heeft bijvoorbeeld al getweet dat het erop lijkt dat DPG Media, dus de overkoepelende, het overkoepelend orgaan boven Humo, voornamelijk bezorgd was over de internationale reputatieschade. Want we moeten weten, dit verhaal is internationaal geweest, ook op CNN. En bijvoorbeeld de toekomstige advertentieinkomsten kunnen daardoor gaan leiden. Internationale expansie, DPG is bezig in heel veel andere Europese landen. Denk jij dat DPG heeft ingegrepen? Denk je dat de redactie het gedaan heeft? En waarom is dat plots veranderd? Waarom zei de redactie eerst, we gaan dat niet doen, om het dan heel stiekem, laf misschien kun je het noemen, wel te gaan doen? Ik moet wel zeggen dat in eerlijkheid, het maakt niet uit. Hè? De feite is dat slimmere hoofden hebben zich uiteindelijk ingemengd en iets gedaan dat had moeten eerder gebeuren. En het gaat hier niet over winnen. Hè? Het gaat ook niet. Dus in een zekere zin, die idee dat men hem gaat vervolgen met wettelijke stappen, ik denk niet dat dat is de oplossing. Nee. Wat is geweest, is al geweest. Nu is het duidelijk, nu is het nodig dat hij begrijpt, of eigenlijk dat de redactie begrijpt, dat sommige dingen kunnen niet. En indien wel, moet men uitleggen waarom het niet kon en wat maar, is gevaarlijk. Tuli, als ik even de advocaat van de duivel mag spreken, mag spelen. We hebben natuurlijk wel de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van pers. Is dit censuur? Is dit de mensen die een opinie en een mening hebben het zwijgen opleggen of niet? Of is dit zelfcensuur? Zelfcensuur moet iedereen altijd hebben. Een intelligente mens kan niet gewoon dingen uit zijn pen laten lopen en verder gaan. Dus een mens moet zijn eigen nazien en zien wat zijn potentiële gevolgen van en deze gebruiken. Maar terug, fouten gebeuren altijd. En zeker met dit soort shock-jock journalisme, wanneer men zoekt een zekere soort provocatie. Ja, wij leven in een land waar dat kan. En hier gaat het niet over censuur. Hier gaat het over gezond verstand gebruiken. En niet zeker een gekende en gerespecteerde in zijn genre schrijver zoals Herman Brusselmans had dat moeten weten. En indien niet, dan moet hij dat nu weten en beseffen. En die reactie dat ik zag van hem vanmorgen of gisteren van, och, ja, zo'n hijsa, dus alsof hij de slachtoffer is, dus dat vind ik kwetsend. Omkeren van de rollen. Hè? Nu wordt hij het slachtoffer, hij zou zogezegd bedreigd worden. Ja. Terwijl hij heeft een hele volk bedreigd. Dus niet bedreigd, maar terug, ja, laat ons... Gestigmatiseerd, uitgemaakt. Maar voor mij het ergste is, hij heeft één bol gemaakt van het geheel. Dus elke Jood is nu schuldig. Voor, niet enkel voor 2000 jaar van historie, maar nu ook voor alles wat een ander land doet 8000 kilometer verder. Maar je kan niet ontkennen dat er een emotionele band is met Israël, dat er veel sympathie is voor de staat zelf. He, dat is het toch? Ten eerste, eerlijk gezegd, sympathie voor de staat is één ding, er is sympathie voor het land. Onze Joodse gebondenheid is met het land van Israël. En niet met de regering. En niet met de regering. Helemaal niet. Niet per se met de regering. Het mag het kan, zijn. Het kan. Iedereen mag zijn eigen mening daarover hebben. Maar die connectie waarover men het hebt tussen de Joden en Israël, is met het land Israël. En dat was lang voordat het land bestond. De Joodse gemeenschap trouwens in België bestaat al 500 jaar. De Israëlische staat bestaat nog geen 100 jaar. Dus om ons allemaal daar te sturen en dan beschuldigen voor wat er daar gebeurt, dat zie ik, die antisemitische. En terug, ik gebruik hier antisemitisch, omdat dat is de woord dat bestaat. Maar Jodenhaat of gedrag dat lijkt aan Jodenhaat, het moet niet echt Jodenhaat zijn. Ik denk terug niet dat Herman Brusselmans een antisemiet is. Of ik weet dat niet. Ja, want je kunt niet kijken in zijn hoofd wat hem duwt om zoiets te schrijven. Maar het is wel opmerkelijk. Dit is niet de eerste keer dat Brusselmans tekeer gaat tegen Joden. Hè. Heel specifiek in dezelfde context van de Gaza-oorlog heeft hij vaker geschreven over Joden. Ja. Toen heeft de redactie van Humo wel ingegrepen en het woord Joden 3 keer veranderd in Israëli's, zonder Brusselmans te vragen online. Ik stel mij de vraag, ik heb Brusselmans niet horen spreken over Russen
of over moslims, of over de alle andere conflicten in de wereld. Bijvoorbeeld, je weet, deze week is er in Bangladesh zijn er 300 mensen omgekomen. Daar horen we hem niet over. Is er een soort van obsessie met Joden, omdat ze hier ook te vinden zijn? Of is het gewoon omdat het een nieuwswaardig element is? Ik zeg altijd liever, we zitten in de hoge bomen van een weerwind. Ik wil niet altijd gaan naar die idee van de, er is een kwaad bedoeling. En ook, laten we het ook eerlijk zijn, ik lees niet elk artikel. Dus misschien zijn er andere artikels, dat had ik ze opgemerkt, had ik andere dingen ook gezien. Dus men moet als men wil echt kritiek hebben, moet men in de rechte lijn blijven. En niet zich laten door de Maar ik denk nu wel dat Herman Brusselmans ingezien heeft dat zijn woorden wel degelijk een effect hebben. Of hij die terugtrekt, weet ik niet. Maar laten we proberen om het positief te eindigen. Kunnen we hem vergeven? Moeten we hem vergeven? Ik bedoel, het woord vergeven is misschien iets te groot, want ik denk niet dat er wrok is of haat tegen hem. Maar zou je hem bijvoorbeeld uitnodigen voor een kosher lunch die jij dan klaarmaakt om het bij een Zeker leuke... Zeker en vast, ja. Omdat ik denk... Nee, in tegendeel. Ik denk wat hier mist is een zonder emotie, een niet geladen gesprek om uit te leggen hoe voelt zich als je Jood bent of kenmerkelijke Jood op straat hier rondloopt. En ik denk dat had hij dat echt goed begrepen, had hij dat niet geschreven of had hij dat anders genuanceerd. En ik denk dat juist onze gebrek aan contact, en dat moeten we ook eerlijk zijn, gebeurt soms of is een kenmerk waar, daarom hebben ze Shalom allemaal gemaakt. Ja. Er is een gebrek van contact en we uiten onze mening eerder als we als slachtoffer zijn. En niet vooraf dat bespreken. Dat is wel heel slim gezegd. En je weet, je kent de gezegde, de weg naar het hart loopt via de maag. En dus zou jij hem bij deze zeker kunnen uitnodigen om... Ik nodig hem nu uit. Een lange gesprek en een hartige maaltijd. En een hartelijke maaltijd. Voilà. Bedankt, we zijn rond. Tot de volgende keer. Dag. Bye.